Slam bam klababber en welkom bij een vers commentaar hier op InsideGamer.nl. In dit item behandelen we jouw comments die je deze week hebt achtergelaten op deze site. Ja. Ja. En dat vind ik altijd leuk om even te kijken wat de mensen allemaal te vertellen hebben thuis. Daarom. Ja. Dus laten we beginnen. Maar eerst deze bumper. Nee, dat doe jij niet. Dat deed jij. Ja, fair enough. Wat een weekje. Ik begon hem leuk. Ik begon hem heel goed. Met David was ik naar Zandvoort. En circuitpark Zandvoort. En daar, ik was het eerlijk gezegd een beetje vergeten. Ik opende in de ochtend mijn agenda. Ik zei, cool, dope. Maar Zandvoort, ik mag racen met Tom Coronel. Ja. Dan werd ik in een auto gezet. Of een hele snelle auto. Een opgefokte Honda. En dan gingen we een rondje doen over het circuit. Terwijl ik moest gamen. En dat is heel raar. Game gaan spelen in de auto, maar dat wordt natuurlijk helemaal niks, hè? Dat wordt echt helemaal niks. Uit de wind gaan? Ja. Ik heb echt heel bizarre dingen in mijn leven gedaan, maar deze staat denk ik toch wel in mijn top 5. Het gaat echt insane hard. Niet te beschrijven. Het was het idee dat ik die game ging spelen, maar ik had zoiets van fuck it. Ik ga gewoon lekker genieten van dit rondje over de baan, want Tom Coronel is toch een van de topcoureurs in Nederland. En dat gaat hard, heel hard. Hij trapt dan goed door, ook op de bochten en dan het einde. Ja, trapt hij toch op de rem en dus vlieg je helemaal naar voren. Echt bizarre G-krachten krijgt op je lichaam. Dus echt respect voor de racecoureurs die dat echt soms wel uren vol kunnen houden. Ik moet even verwerken allemaal wat hebben we gedaan. Maar dit was met geen pen te beschrijven, denk ik. Ja, ik was in eerste instantie best wel jaloers op je, want ik had zoiets van, want ik vind het lijkt me heel tof om naast een goede coureur te zitten. Ja. En dan echt gewoon overal en ergens door bochten te scheuren, totdat ik dus hoorde dat er gegamed moest worden. En als er eentje snel wagenziek is, dan ben ik het wel. Ja. Dus ik denk dat ik 2 bochten had gehaald en dan Tom helemaal ondergekotst had. Nou, jij was, we gingen Gear Club Unlimited spelen, de eerste echte race game op de Nintendo Switch. Je hebt natuurlijk wel Mario Kart en dat is allemaal met kartjes en dit is met BMW's en dat soort dingen. Ja. Wij moesten met de gyroscope moesten we gaan sturen in die game. En dat is raar, want hij gaat naar rechts en jij moet naar links. Dus, maar op een gegeven moment had ik van, ja, hoe vaak zit ik nou naast Tom Coronel, een van de beste Nederlandse coureurs die we hebben. En gaan we blafhard over Zandvoort. Dus op een gegeven moment had ik zoiets van, oké, pak het, ik ga gewoon lekker genieten van dit. En dat was insane. Ik vond het wel schattig, want je liet de beelden zien en toen zat je echt naast hem alsof je een kleine baby was die met papa mee stuurde. Maar goed, dat was iets anders. Laten we het eerst even hebben over iets non-gamies, maar over film. Ja. Want er is namelijk eindelijk de trailer van The Avengers Infinity is uitgekomen. Best wel hyped. Ik bedoel, ik kan me heel goed voorstellen dat het voor sommige mensen wel een beetje zo van, het mag voor mij allemaal wel afgelopen zijn. Dat hele superhelden gebeuren. Gaat niet gebeuren, kan ik je bij deze zeggen. Gaat niet gebeuren. Er zitten gewoon 40 main Marvel characters in, meer dan 40 main Marvel characters in die gaan knokken. En ja, sorry, maar ik ben echt fanboy en ik vind het gewoon vet. Mag dat wel niet kosten, joh? Tja, dat zal wel. Nou ja, maar hoeveel heeft het opgeleverd? Het hele Marvel universum. Ja, vette trailer. Vette trailer. Don Carpaccio zegt echter wel, kunnen we trailers en teasers niet gewoon spoilers noemen? Het verklapt al zoveel dat een verrassing als I'm Your Father erg zeldzaam wordt. Ik heb niet het gevoel bij deze trailer dat er veel gespoild wordt. Ik heb het gevoel dat deze trailer opgeknipt is uit 2 main events. Nou, pak hem bij 3. Het zijn 3 verschillende locaties. Ook New York, Cosmic Background en Wakanda. Maar ik heb het gevoel dat het echt gewoon een heel korte stukjes uit een bepaald segment zijn. Ik denk niet dat er veel verklapt is. Oké. Dan. Ja, ik bij deze. Ja, ik weet niet. Ik denk dat het best wel een recht toe recht aan film gaat worden.
Ja, met een cliffhanger ook, want we moeten natuurlijk nog een Infinity War 2 krijgen. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo, we hebben dan straks nog het tweede deel van de Infinity War serie. Mm-hmm. Maar die regisseurs, die weten natuurlijk wel wie ze wel en niet mogen killen. Want er zijn een aantal personages waarbij Disney gewoon nog mee aan de slag wil. Ik noem hem Doctor Strange. Ja. Dan komt de Guardians of the Galaxy 3. Black Panther gaan ze nog niet bij het vuil zetten. Dus ja, het is best wel grappig dat dan die gasten gewoon wel weten gewoon wie kan er op de killlist en wie niet. Ja. Dus ja, we shall see, man. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik zat daar een beetje te denken. Misschien moeten we deze even daar neerzetten. Ja. De game release van december, de laatste games van het jaar. Ja. En aangezien dit de laatste games van het jaar zijn, er zitten wat leuke games bij die we allemaal kunnen gaan spelen. Maar ik wil vooral een beetje vooruit gaan kijken naar 2018. Ja. Ook al mag dat nog niet van Thijs. Thijs zegt me steeds, ja, dat is te vroeg nog om vooruit te kijken naar 2018. Thijs, niet zo zeuren, jongen. Ik wil gewoon vooruit kijken naar 2018, want Spider-Man, God of War, ja. Detroit Become Human. En dan noem ik even drie PlayStation titels. Ja. Maar Sea of Thieves voor de Xbox One X. Far Cry. Far Cry 5, holy shit. Red Dead. Ja, die mag je niet zomaar even vergeten. Nee. En heel veel games zijn ook nog ineens aangekondigd. Die gaan nog uitkomen in het najaar. En die gaan we pas voor het eerst zien op E3. Ja. Ik kan nu al niet wachten op E3. Volgend jaar wordt sowieso echt te gek. Last of Us hebben we natuurlijk ook nog. Ja, maar ik weet niet of die 2018 gaat halen. Ik hoop het. Ja. Ik hoop het. We hebben Days Gone nog, die een beetje mixed wordt ontvangen tot nu toe. Ja. Misschien kunnen ze die nog een beetje mooi oppoetsen. Het wordt mooi. Ja. We vergeten ongetwijfeld nog heel veel, maar het wordt een mooi ding. Maar als we nog even kijken naar deze maand. We hebben nog Xenoblade Chronicles die nog aan zit te komen, deel 2. Fallout 4 VR, Okami HD Remastered, PlayerUnknown's Battlegrounds, eindelijk. Ja, waarvan ook nog eens is aangekondigd dat die op mobile uitkomt. Ja, maar wat dat precies gaat worden? Ik heb geen idee. Maar aan de andere kant, als je de graphics ziet van PlayerUnknown, zou je juist denken dat het een mobile game is. Maar hij komt ook naar Xbox One. Ik ben benieuwd hoe ze dat hebben gedaan. Ik ben ook heel benieuwd hoe ze die knoppen gaan indelen. Je weet dat ik hem speel met een Xbox controller en ik heb nog steeds mijn toetsenbord nodig. Ja, nou, we hadden dus een tijdje geleden gevraagd aan PlayerUnknown. Hij zegt dat het kan. Dus, Hij zal het weten. Hij heeft de boel gemaakt. Ja, daarom. Goed, dat is de moeilijkheidsgraad van games, een geschiedenis. Laura had een mooi artikel geschreven over de moeilijkheidsgraad van games. En dan is mijn vraag aan jou. Waar kies jij altijd voor? Easy. Had dit mij 10, 15 jaar geleden gevraagd, dan had ik gezegd hard, want ik hou van de uitdaging. Mm-hmm. Maar ik merk gewoon dat mijn tijd zo kostbaar begint te worden en dat mijn lontje zo kort is. Dat als dingen me niet goed lukken, dat ik gefrustreerd raak en soms een game dus ook gewoon niet meer uitspeel. Omdat ik er gewoon klem in kom te zitten. En normaal gesproken beet ik me daarin vast. Nu heb ik zoiets van, ik vind het gewoon, zeker bij verhalende games gaat het mij erom dat ik er gewoon redelijk makkelijk doorheen kan lopen. Oké. Okay. En jij? Normaal altijd. Oké. Okay. Ik wil spelen hoe de developers hem voor ogen hebben. Ook een beetje aan wat voor game het is natuurlijk. Ja, maar als singleplayer ervaringen speel ik meestal gewoon normaal. En dan als het te moeilijk wordt, dan kan ik wel eens terugschakelen. Of als ik haast heb. Soms speel ik een spelletje voor de Paralympic Magazine, heb ik haast. En dan, dan moet ik even wat eventjes doorstomen om bij het einde te komen. En dan wil ik hem wel eens op easy zetten. Jackster608 zegt, ik probeer altijd de moeilijkste graad te kiezen, zodat een game voor mij uitdagend is en ik langer in de game kan verblijven. Bij Easy word ik meestal niet uitgedaagd om mijn best te doen en dus word ik minder betrokken in een wereld. Heet een goed punt. Daarnaast raas je op Easy vaak zo snel doorheen dat je een game veel minder meekrijgt naar mijn idee. Nou, daar ben ik het helemaal mee. Ja. Bijvoorbeeld laat me Wolfenstein. Die is best wel pittig, ook in een normal mode. Ja. Die heb ik echt naar easy moeten zetten, want toen werd ik gewoon op een gegeven moment gefrustreerd. Dan krijg je een hele tijd zo'n wave van enemies op je af, dan pak je er een paar, en steeds bij die laatste, die catchen dan precies altijd een kogel in mijn kop. Ja, dat is altijd die laatste. Dat is echt ruk, Hé, hey, weet je wat we net zijn vergeten te zeggen over de game release van december? Nee. We hebben natuurlijk een mooie poll erbij staan, maar dan zijn we helemaal de uitslag vergeten. Hij loopt gewoon nog, dus je kan nog steeds stemmen, maar het grootste deel van onze bezoekers gaat op dit moment voor The Legend of Zelda, de DLC, en voor PlayerUnknown's Battlegrounds. Ja. Ja, ik snap dat. Ik snap dat ook. Want Legend of Zelda is natuurlijk een goatee. Ja, maar vergeet ook Xenoblade Chronicles 2 niet, hè? Nee. Hele goede game. Ja. Niet gespeeld. Niet gespeeld. Recensie komt, we nemen dit op donderdag op, vandaag online. Ja, staat gisteren vandaag online. Ja, gisteren vandaag online. Ja. Goed, tijd voor post van de week. En daarvoor moeten jullie even met ons mee, want we hebben zoveel post deze week binnengekregen. Tafelsveel post. Tafelsveel. Potje Tetris. Tetris. Wat is dit eigenlijk? Dit is Time Pilot. Oh ja, is Time Pilot. Nee, maar dat gingen we niet doen. We gingen... Hey, lach je ons nou uit? Eline zit ons uit te lachen. Kijk, dat is Eline. Dat is onze superster stagiair. Die maakt ons de hele dag altijd belachelijk. Ja, serieus. Dat is wat ze doet, de hele dag. We zaten gisteren de trailer te kijken van Infinity War en ze zei, oh, ik ga wat voorspellen wat er gebeurt. Er zijn van die superhelden en die gaan vechten tegen de bad guy en dan winnen ze en sommigen niet. Ja.
Dus zo gaat het ons lopen trollen. Ja. Maar goed, wij trollen haar de hele tijd aan Pokémon. Ja, goed. Anyway, ja. Dit is de post die wij vandaag allemaal hebben binnengekregen deze week. Ja. Die gaan we weggeven tijdens de Sinterklaas stream. Als je dit op vrijdagmiddag zit te kijken, hij is nu bezig. Dus ga ik al nu over naar ons Twitch kanaal of naar die post. Nee, niet nu, straks als we klaar zijn met praten. Ja, oké. Okay. Ja. Zet ons even op pauze en ga, want dan maak je nog kans op deze prijzen. Anyway, kies iets moois uit wat jij zou willen hebben, wat jij zou willen winnen. Ik zou bijvoorbeeld deze Limited Edition Destiny 2 kunnen zijn voor PS4. Deze Lil Stitches, of misschien wil jij wel een Halo 5 Super Limited Hotspots editie. Die zijn wel heel dope. Of misschien wil jij wel Final Fantasy met de handtekening van de makerstop, die ligt daar ergens onder. Ja. Of misschien wel dat Sonic beeldje van 20 jaar Sonic. Of een SNES Mini, kan ook. Ja. Ik ben verliefd op die Calavera Skull. Die vind ik heel dope. En we hebben hier ook nog een hele toffe... Daar gaan we net op. Hele toffe Assassin's Creed Origins God's Edition. Ja. Die vind ik ook heel vet, maar ik moet wel heel eerlijk zeggen... Nee, die is van mij. Ja, dat dacht ik al. Die is van mij. Okay. Deze, Lil Stitches. Ja, ik ben echt een kleine ding. Jij gaat voor de kleine dingen? Ja hoor. Ja, Lego. Ja. Goed. Dus dat is onze post van de week. Allemaal mooie dingen hebben we gekregen. Net, jammer genoeg is dat volgende week allemaal weer weg. Want dat gaan we uitdelen. Ja. En jullie. Ja. Goed. Fijn weekend. Dat was hem voor deze week. Tot volgende week. Dag. Houdoe.